Is dit een bijzondere dag voor u? Want het is de eerste keer dat ik voorzitter ben. En überhaupt de eerste keer dat ik een stembureau beman. Er was een oproep, want ze hadden extra mensen nodig. Er zijn veel meer stembureaus dan normaal. En daar heb ik gehoor aan gegeven. Ik werk op dinsdag nog en woensdag ook. Dus dit kwam er gewoon goed uit. Nou, ik vind het ontzettend attent dat er nog zo'n tent is gebouwd. En dat we niet helemaal... Ja, ik heb geen moeite met lopen, maar mijn man wel. En anders hadden we naar de Petruskerk gemoeten of zo. Dus nee, ik vind het allemaal heel goed. We merken wel dat het bij de meeste bureaus vandaag rustig is. Dat heb je ook hier gezien. In de binnenstad is het wat drukker bij de bibliotheek. Maar bij de meeste bureaus die vandaag geopend zijn... Is het vrij rustig, wat natuurlijk ook bedoeld was om de kwetsbare kiezers rustig en veilig te kunnen laten stemmen.